Nou, het is eigenlijk vrij normaal voor mij. Ja. Maar het heeft altijd wel heel veel invloed gehad op mijn leven. Vooral onbewust. Dus ik cijferde mezelf weg ten koste van eigenlijk iedereen om me heen. Van harte welkom hier vanuit het gebouw van VWS. Nou, allereerst gaan we een campagne lanceren. Een belangrijke campagne. Campagne voor de jonge mantelzorger. Er zijn ongelooflijk veel mensen in Nederland die mantelzorg verlenen. Er zijn heel veel jongeren, jonge mensen die zorgen voor hun naasten. En dat doen op dagelijkse basis. En daar is soms weinig aandacht voor. En deze campagne wil daar aandacht voor vragen. Een hele terechte vraag. Ik ga straks onder andere praten met 3FM-DJ Frank van der Lende. Het is toch een soort van taboe nog. Ook omdat je heel veel jonge mensen waarschijnlijk niet weten dat ze mantelzorger zijn. Zoals wij dat eigenlijk ook niet wisten. Maar je bent het wel. Ik ga praten met Brahim Lakal. Een fantastische jongen met een enorme positieve insteek in de richting van zijn mantelzorgverlening. Als 15-jarige, als je dan al de mogelijkheid hebt om dat te doen, is het een bevoorrechte situatie. Want het is niet voor iedereen weggelegd om iets goed te doen voor een ander. En ik ga praten met 4 jonge mantelzorgers waarmee we contact hebben. Heel veel mensen denken altijd dat het gaat om de fysieke zorg. Maar juist het zorgen om of zorg moeten missen is een heel belangrijk aspect hierin. De zorg die mijn moeder kon besteden, die ging dan naar mijn zusje toe omdat zij ze nodig had. En ik wel zelfstandig genoeg was om voor mezelf te zorgen. En dat beseffen mensen zich denk ik ook niet zo. Eerst ga ik praten met de man die verantwoordelijk is voor beleid. Dag Hugo. Hi. Ha. Welkom. Dankjewel. Het lanceren van een campagne specifiek gericht op de jonge mantelzorg. Is dat nodig? En zo ja, waarom? Ja, ik denk het wel. Er zijn veel meer jonge mantelzorgers dan je zou denken. In iedere klas is eigenlijk zo'n 20% van je leerlingen, moet je van uitgaan, die heeft thuis voor iemand te zorgen. Voor een broertje of zusje te zorgen, voor zijn vader of moeder te zorgen. En ik denk dat de meeste leraren dat niet op hun netvlies hebben staan. En ik denk dat we dat te weinig aan elkaar vertellen. Op welke manier gaat deze campagne deze jongere mantelzorger juist aanspreken? Ik hoop dus op een manier dat je überhaupt deelt met Nederland. Er zijn heel veel jongeren die thuis voor iemand te zorgen hebben. Die hebben naast hun jeugd, hebben ze daarnaast ook gewoon een zorgtaak. Ja. Dat vinden ze normaal en dat doen ze graag, maar dat is natuurlijk ook zwaar. Dus hou een beetje rekening met ze. En de tweede kant daarvan is, weet dat je ergens terecht kunt. Dat is natuurlijk alle ondersteuning die Mantelzorg NL bijvoorbeeld biedt. In samenwerking natuurlijk met gemeenten, in samenwerking met tal van andere partijen die mantelzorg ondersteuning bieden. Is het belangrijk dat jongeren weten, ik kan met mijn zorg ergens terecht. Ik kan op een deur bonzen en dan wordt er open gedaan en dan word je geholpen. Dat is wat er moet. Ja. Als je ziet hoe hulpeloos jonge mantelzorgers zich kunnen voelen en hoezeer het verschil maakt in hun leven als er iemand dat gezin binnenstapt en wel die ondersteuning biedt. Ja, dat is de reden dat we hier heel erg mee bezig moeten zijn. Ik ben Inge, ik ben een student en ik zorg al een paar jaar voor mijn moeder. Mijn moeder heeft een bipolaire stoornis. Hoi mam. Ik ging naar de lotgenotengroep voor mijn broertje en zusje, omdat ik dacht dat het goed voor hun zou zijn. Maar later bleek het veel meer voor mij te hebben gedaan dan ik had verwacht. Als we het dan hebben over het begrip jonge mantelzorger, wat dat voor jou in jouw leven betekent? Ja, voor mij heeft dat wel veel betekend dat ik me heel veel zorgen heb gemaakt om mijn moeder. Of het wel goed ging als ik er alleen thuis liet, of het wel goed ging als ze een keertje wegliep, of zulke dingen. En als ik niet thuis was of mijn zusje dan niet vergeten werd. En ik heb ook daardoor wel heel veel zorgen moeten missen af en toe, omdat de zorg die mijn moeder kon besteden, die ging dan naar mijn zusje toe omdat zij ze nodig had en ik wel zelfstandig genoeg was om voor mezelf te zorgen. En dat beseffen mensen zich denk ik ook niet zo. Bij mij wisten heel veel vrienden of klasgenoten niet wat er allemaal speelde bij mij thuis. En mijn vraag aan u is nu eigenlijk van hoe kan volgens u een vriend of een klasgenoot een jongemanszorg herkennen en wat zouden zij voor een jongemanszorg kunnen betekenen? Nou, ik hoop dus dat die campagne daar een beetje aan gaat helpen. Hè. Dus dat niet alleen jonge mantelzorgers zelf die campagne zien en denken, oh ja, ik mag mijn zorgen gewoon delen met een ander. Want dan, ja, als ik het niet deel, dan weet de ander ook niet dat ik hulp nodig heb. Maar ik hoop ook dat andere jongeren dit filmpje zien. En ik hoop dat leraren dit filmpje zien. En ik hoop dat het gesprek in de klas een makkelijk te voeren gesprek wordt. Om te zeggen, joh, dit is mijn thuissituatie. En ook daar weer, hè, ook weer het verschil tussen moeders heel verdrietig ziek zijn, maar kanker hebben, waar het toch wat makkelijker is om daarover te praten. En moeders met een psychiatrische ziekte, waar het veel moeilijker is om dat verhaal in de klas te kunnen delen. He, dat weten we gewoon. En eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn. Het is toch een kwestie van daar opener over durven zijn. En wat we met elkaar denk ik moeten doen is
jongeren daartoe uitnodigen om dat gesprek te hebben. Om dat gesprek te hebben met vriendinnen, om dat gesprek te hebben met hun leraar. Ongelooflijk belangrijk. Hey Mariette, voor wie zorg jij, als ik dat mag vragen? Ik zorg voor een van mijn broertjes, die heeft het syndroom van Down. Nou, het is eigenlijk vrij normaal voor mij, maar het heeft altijd wel heel veel invloed gehad op mijn leven. Vooral onbewust. Ik cijferde mezelf weg ten koste van eigenlijk iedereen om me heen. En hoe ben je daarvan bewust geworden? Daar ben ik van bewust geworden door contact met andere jonge mantelzorgers eigenlijk. Daar zaten jonge mantelzorgers die er zelf al wel bewuster van waren. En dan ga je nadenken en dan kom je erachter dat het voor jou eigenlijk ook, ook geldt. Zou het niet heel erg mooi zijn om dat verplicht te maken aan alle gemeentes? Dat gemeentes zich daarvoor moeten inzetten om contact tussen jongeren te faciliteren? Ja, goeie vraag. En het is ook heel terecht. En ook dat je denkt aan gemeentes is heel terecht. Maar er is een wettelijke verplichting in de WMO, in de wetmaatschappelijke ondersteuning, die gemeente verplicht om een aanbod te hebben voor mantelzorgers. En dus ook voor jonge mantelzorgers. Wat alleen een beetje het punt is, ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar wat een beetje het punt is dat heel veel mantelzorgers eigenlijk zichzelf nooit mantelzorger zouden noemen. Dus daar heb je het al. Als er bij de gemeente een loket is met hier kun je mantelzorgondersteuning krijgen. Ja, als je jezelf geen mantelzorger voelt of noemt, dan weet je al niet dat dat aanbod er is. En het tweede is dat het aanbod niet altijd aansluit bij wat je nodig hebt. He, dus er zijn echt wel, sommige gemeenten doen het trouwens fantastisch hoor, maar ook in heel veel gemeenten heb je toch ook wel aanbod waar mantelzorgers niet per se op zaten te wachten. Dat je denkt, ja leuk, een lotgenotenbijeenkomst, maar ik heb ook wel eens zin om juist niet met lotgenoten te praten, want dan gaat het weer over de zorg bijvoorbeeld. Ja. Dus niet alle mantelzorgers zijn ook hetzelfde, dat maakt het voor gemeenten soms best lastig om één echt goed aanbod neer te zetten. Maar er is wel een verplichting en in elke gemeenteraad wordt er ook met de wethouder van zorg over gedebatteerd in de gemeenteraad om daar wel de goede keuzes in te maken. Gemeenten helpen elkaar ook, dus ook gemeenten helpen zelf ook mee aan hoe kunnen wij onszelf ook verbeteren in die mantelzorgondersteuning. En landelijk is er de organisatie Mantelzorg NL die gemeenten dan weer helpt om een goede gemeente te zijn voor mantelzorgers. Verhalen en ervaringen van anderen hielpen mij heel erg in de zorg voor mijn vader. Ik ben Frank van der Lende, ik maak radio op 3FM en ik zorg voor mijn vader. Hey, pa. Ook al voel ik me niet echt een mantelzorger, ik ben het wel. Het gaat om mijn vader in dit geval, die heeft Alzheimer. Dat heeft hij nu 3,5 jaar officieel. Dat ik echt mantelzorger ben, dan heb ik het gevoel pas echt een jaar of zo dat ik voor hem nu moet zijn. En dat is vooral geestelijk moet ik voor hem zijn. Ik wil zeggen, waar bestaat jouw zorg voornamelijk uit? Waar ik achter gekomen is dat ik eigenlijk twee zorgtaken heb. Eén voor mijn vader en dat is vooral er zijn. Dus dat is een hand op zijn schouder. Dat is met hem fietsen of wandelen. Dat doet hij nog heel graag. Ja. En de andere taak is eigenlijk zorgen voor mijn moeder. En zij heeft hele andere zorg nodig dan mijn vader. En zij wil veel praten. Zij wil vooral gesprekken ook hebben op niveau weer. Behalve over het weer of wat er op tv is. En dat zijn echt twee verschillende taken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe dat dus nog niet zo lang. Echt het mantelzorgen en ik vind het heel ingewikkeld. Kun je je voorstellen dat onze vier die daar nog steeds mee zitten te kijken, die dat dus al vanaf kleins af aan doen, tenminste de meesten? Ja, heel heftig. Je wordt gedwongen om al een heel sterke persoonlijkheid te zijn als je moet zorgen voor je ouders, je broer, een ander familielid of de buurman, bij wijze van spreken. En die verantwoordelijkheid, nou, wat ik al zelf net zei, dat ik het nu zwaar vind, omdat het ook komt met het bijhoudstort. Maar als je 14, 15, 16 of 17 bent, ja, dan is het echt petje af. Ja. Kun je je voorstellen dat het heel belangrijk is om dan een plek te hebben waar je met die zorg terecht kan? Zoals dit nu opgestart wordt, die week van de jonge man te zorgen. Maar dat er ook platforms en allianties gemaakt worden om echt hulp te bieden? Superbelangrijk. Omdat ik ben een paar keer naar een Alzheimer café geweest als bezoeker en als spreker. En om daarna gewoon met een biertje, dat is dan voor jong dementerenden en hun mantelzorgers, om daarna een biertje te drinken met iemand, ook van 31. En dan gewoon te klagen en te vragen. Ik ben helemaal kapot na zo'n avond. Ja. Maar het is wel lekker dat je met iemand praat die gewoon zegt van, hey, dat doet mijn vader of mijn moeder ook. Soms is het ook gewoon heel erg moeilijk en is het gewoon heel erg zwaar. En is het ook gewoon heel erg fijn om gewoon even lekker te zeggen wat je nou echt vindt. En dat anderen zeggen, ja, ik begrijp het. En het is goed en het mag gewoon even.
Het is toch een soort van taboe nog. Ik hoorde minister net ook over zeggen van ja, het belangrijkste van deze campagne is dat we erover praten, dat jullie oud en niet open zijn. Ook omdat je heel veel jonge mensen waarschijnlijk niet weten dat ze mantelzorgers zijn, zoals wij dat eigenlijk ook niet wisten. Maar je bent het wel. En ik heb op de radio heb ik het erover. Op mijn social media heb ik het erover. Dus ik probeer mijn rol te gebruiken om nog meer mensen zich comfortabel te voelen met de situatie waar ze in zitten. En je bent niet alleen. Heel veel mensen denken altijd dat het gaat om de fysieke zorg. Maar juist het zorgen om of zorg moeten missen is een heel belangrijk aspect hierin. Ja. Ik heb het geluk gehad om met mijn vrienden te kunnen delen, maar natuurlijk ook als een uitlaatklep kan zorgen natuurlijk. En dat is wel heel erg fijn, want zorgen delen kan zorgen schelen. Mijn vraag aan u is dan ook, heeft u in uw omgeving ook te maken gehad met jonge mantelzorgerschap? Ja, ik zelf thuis niet. Ik zie het eigenlijk het meest in het werk van mijn vrouw terug als schoolmaatschappelijk werker. Want die, ja, die spreekt natuurlijk heel veel kinderen. Ja. Dat is haar werk dan weer om juist op school te zorgen voor die alertheid. Om te kijken waar zitten kinderen vast, waar moeten ze echt worden geholpen, waar moet ook echt een beetje ondersteuning van buiten dat gezin in. En zo hoor ik inderdaad veel van de noodzaak ook om dat gesprek juist meer te voeren. Ja. Ik heb tot mijn 18e, tot zijn overlijden, voor mijn zwakbegaafde en chronisch zieke vader gezorgd. En ik zorg op dit moment nog voor mijn verstandelijk beperkte en autistische moeder en broer. Over mijn jeugd en ook op dit moment ben ik eigenlijk in, nou ja, heb ik eigenlijk gemerkt dat je als mantelzorger niet gezien wordt. Tot het moment dat jij een indicatie moet aanvragen. Dat je hulp wilt aanvragen voor degene waarvoor je zorgt. En ik vroeg me af van, minister, is er iets in uw beleid mogelijk waarin er meer bescherming komt voor jonge mantelzorgers, zodat wij niet overbelast worden en niet tegen dit soort dingen aan gaan lopen? Ja, nou, een van de redenen natuurlijk om deze campagne te starten is nou juist dat. Hè, dus dat dit verhaal moet veel meer ouder niet open, out loud verteld worden. Want er zijn veel meer jongeren die jonge mantelzorgers zijn. Dus daar begint het echt mee. Jullie moeten meer gezien worden. Twee is dat de gemeenten allemaal die opdracht hebben om hun mantelzorgaanbod ook te richten op jonge mantelzorgers en te zorgen dat ze jonge mantelzorgers ook zien staan en ook van een ondersteuning voorzien die ook passend is. Drie is dat we met het hulpaanbod wat er beschikbaar is, wat er ook beschikbaar is voor ouders en soms in de begeleiding voor verstandelijk beperkte, soms in de begeleiding voor mensen met een psychiatrische beperking, juist veel meer aandacht moet zijn voor de kinderen in dat gezin. Dus zorg altijd dat je checkt hoe gaat het met de kinderen en welke begeleiding hebben die nodig. Nou, dat is een heel traject wat we doorlopen met de zorg. En dat kan het departement, of dat kan ik natuurlijk nooit in mijn eentje. Dus dat doen we samen met die Strategische Alliantie. Die is ook dit jaar is die uit de grond gestampt. Strategische Alliantie op mantelzorgondersteuning. Mantelzorg NL speelt daar ook een hele belangrijke rol bij. Om te zorgen dat we al die partijen die bezig zijn met mantelzorg en al die partijen die daar een rol in te spelen hebben, zo alert mogelijk maken op de ondersteuningsbehoeften die kinderen hebben. Want daar is inderdaad nog echt een wereld in te winnen. Jawel, mensen. Die zijn we weer. Sorry. Ja, gaat weer op mijn schoot zitten hoor. Die gaat weer. Dus ik heb hier voor jou een echt Sparta shirt. Ja, dat dacht niet. Willem, wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Positiviteit. Aarde weg zijn. Aarde vedetje. Brahim, je broertje Bilal, hij heeft Down-syndroom. Kan jij vertellen wat dat is tussen jullie twee en hoe jij daar zoveel tijd en liefde en energie in steekt? Ja, kijk, toen op het moment dat hij geboren was, eigenlijk al vanaf het begin moest ik altijd op hem passen. Dus mijn ouders die werkten allebei keihard en in de ochtend moest ik hem naar zijn dagbesteding sturen. Maar ook wanneer hij terugkwam moest ik zorgen dat hij ging eten, drinken. Dus hier krijg je echt een hele hechte band samen. Ja. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik aan het voetballen was, dan nam ik hem standaard mee. Ja, en dan de geluk in zijn ogen, ja, dat geeft je als persoon geeft je dat enorme voldoening, waardoor je eigenlijk alleen maar door blijft gaan met de band die je samen creëert. Hoe hou jij dat gezond, laat maar zeggen, de jouw mantelzorg traject? Eigenlijk kijk, op het moment dat het eventjes te veel wordt,
Dan kan ik ook aan iemand anders vragen van, joh, zou je me daarbij alsjeblieft kunnen helpen? Hè? Ik heb natuurlijk nog andere broertjes. Ja. Mijn vrouw is ook bereid om heel veel te helpen, die doet ook heel veel. Dus dat is voor mij een manier, wanneer ik denk dat het te veel wordt, dat ik dan eventjes een stap terug neem. En twee, ik ben iemand die gelovig is. Ik geloof in God en ik geloof dat je daar uiteindelijk beloning voor krijgt. Dus dat zorgt er ook voor dat ik die energie blijf houden om door te gaan. Je moet iets vinden in je leven waar je die positiviteit uit weet te putten. Hè? Precies. Op het moment dat jij 15, 16, 17 bent, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ergens vastloopt. Dat je denkt van, hey, ik hoor er niet bij of het is apart. Dus ik kan me daar wel in leven. Maar uiteindelijk, wat ik gewoon heel vaak zeg, ook in mijn video's, is het is gewoon doen. Mensen waarderen dat. Mensen respecteren dat. En ook als ik kijk naar mijn fans, die mij gewoon video's sturen of foto's van kijk eens wat ik nu aan het doen ben. Zijn er ook negatieve kanten aan het mantelzorgschap? Ja. Nou, het negatieve is het stukje administratie wat erbij komt kijken. Ik regel al zijn administratie, het financiële gedeelte. Dus dat is dat stukje wat ik best wel lastig vind. Ik heb een fantastische vrouw die me daarbij helpt. Zij is daar heel goed in. Dus zij ondersteunt mij daar heel erg goed bij. En dat is wat ik net ook zeg. Durf ook hulp te vragen. Ga niet alles naar je toe trekken. En dat je dadelijk de kracht niet meer hebt om het te regelen. We hebben het hier over de lancering van een campagne waardoor jonge mantelzorgers gezien worden, gehoord worden, voelen dat er hulp voor ze is als ze dat nodig hebben, als ze inderdaad vastlopen. Hoe belangrijk is dat, denk jij? Ja, het is gewoon heel erg belangrijk. Los van het feit dat je iemand anders daarbij helpt, hè, dat iemand anders daar beter van wordt, is het ook voor je persoonlijke voldoening. Hè, het feit dat je iemand helpt, dat geeft je een enorme kracht, een enorme positieve energie. Dus ook voor jezelf al is het echt een meerwaarde. Dus als 15-jarige, als je dan al de mogelijkheid hebt om dat te doen, is het een bevoorrechte situatie. Want het is niet voor iedereen weggelegd om iets goed te doen voor een ander. Er zijn mensen die zoeken naar zo'n situatie, maar het niet kunnen vinden. En jij hebt waarschijnlijk die mogelijkheid om dat te doen. Ja, dan is het niet oké als je eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Heel fijn als er dan hulp is die je daar goed in kan ondersteunen, neem ik aan. Ja, zeker. Ik ben Michael en dit is mijn zusje Cheryl, voor wie ik al mijn hele leven zorg. Vroeger, rondom mijn zusje, voelde ik me op veel momenten niet gezien. Haar zorg stond centraal. Ik cijferde me een beetje weg daarin. Voor jongeren heb ik de tip, zorg ervoor dat je ook mensen hebt met wie je het kan delen. Mantelzorg.nl, onder andere. Ga er gewoon eens heen, ook al denk je, ja, maar ik heb nu niet per se dat ik nu ergens klem mee zit. Maar ga er eens heen, kijk wat er allemaal te vinden is en waar je wel hulp in kunt roepen op het moment dat je dat wel behoeft. App voor hulp naar je mantelzorgconsulent of de mantelzorglijn, ook allemaal te vinden via onder andere mantelzorg.nl. En je weet anders waar je moet zijn. Vraag hulp, want dat is er. En door deze campagne gaan we kijken of we jonge mantelzorgers en de hulp die zij leveren nog veel meer en scherper op de kaart kunnen krijgen. Zodat we die hulp en die zorg misschien in de komende jaren in ieder geval beter kunnen maken en misschien wel uit kunnen breiden. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als je hierna nou nog denkt van de verhalen, ik zit nu letterlijk nu in de knoop. Ga naar mantelzorg.nl en zoek hulp, want die is er. Echt waar. Dankjewel voor het kijken. Mijn naam is Erik Kortom. Ik wens je een hele mooie dag en graag tot een volgende keer. Dag.